zijn er wel toe aan onze vijfde en laatste stelling. En die luidt: Limburg moet als motor van de Nederlandse economie als zodanig in het regeerakkoord worden opgenomen. En daarover een inleiding van Jacques Cox, burgemeester van Sittard-Geleen. Ja, dankjewel. Ik denk dat ik het heel gemakkelijk heb als ik zojuist alle debatten gehoord heb, alle stellingen gehoord heb en de antwoorden van de politici. Wij beschikken in Zuid-Limburg over geweldig grote bedrijven, ook geweldig goed MKB. We beschikken over geweldige universitaire instellingen binnen de grenzen, maar ook buiten de grenzen. Op universitair niveau nogmaals, maar ook op HBO-niveau, MBO en VMBO-niveau. De beste scholen zijn hier in Zuid-Limburg. We weten dat we geweldige inverdieneffecten kunnen hebben. Dat we een geweldige bijdrage kunnen leveren via Brainport aan de Nederlandse economie. En het enige wat nog moet gebeuren is na 12 september dat we een regeerakkoord krijgen waarin staat dat alle randvoorwaarden die noodzakelijk zijn, maar alles te verzilveren voor de Nederlandse economie, dat die randvoorwaarden door de Nederlandse regering wordt ingevuld. Goed, reacties van ja, ik betwijfel welke partijen komen zeker in de regering na 12 september. Maar laten we bij meneer Harbers beginnen. Die heeft er wel een goede kans op. Ik vond de laatste zin heel goed. Alle randvoorwaarden die nodig zijn voor een sterke verdere economische ontwikkeling hier. Kijk, je hebt twee soorten regeerakkoorden. Je hebt regeerakkoorden die helemaal volstaan met iedere weg en iedere regio en alles wat we belangrijk vinden. Maar als zo'nzelfde regeerakkoord tegelijk de belastingen verhoogt, niks doet aan het ondernemingsklimaat, dan zou ik zeggen, noem er maar geen regio's in, want dan heb je er helemaal niks aan. Maar de concrete vraag wilt u in dit geval wel doen? Ik vind van belang dat we doorgaan met waar we krachtig in zijn in Nederland. Dat is Brainport, dat zijn de mainports, dat zijn de topsectoren. Dat moet absoluut verankerd zijn in het nieuwe regeerakkoord. En zinnetje Zuid-Limburg? En nou, Brainport, dat zou kunnen, daar is Zuid-Limburg ook onderdeel van. Maar kijk naar de rest van het regeerakkoord. Als dat niet leuk is voor ondernemers, als dat niet een beloning zet op werken, als dat niet mogelijk maakt dat we in de toekomst echt met meer banen uit de crisis komen, dan heb je helemaal niets aan welke vermelding dan ook. Meneer Koppers, zinnetje, Limburg. Nou ja, liefst zou de SP een nieuw regeerakkoord gaan schrijven natuurlijk, hè, want wij hier trappelen. Maar kijk, dan zou u dit erin willen? Ja, wij denken wel. Kijk, en het punt is, als je zoals de VVD voor 500.000 werklozen gaat zorgen, dan kun je dat er wel inzetten, maar dat heeft totaal geen zin inderdaad. Maar waar het om gaat, is dat Zuid-Limburg, en daar gaat het hele debat over, dat Zuid-Limburg keuzes maakt en dat ze ook de kans krijgen om die keuzes te maken. Zowel op het gebied van onderwijs, van het VMBO tot de universiteit, als de werkgelegenheid. En waarom... Maar dat zinnetje wilde u erin, want dat is eigenlijk de concrete vraag. Ja, Zuid-Limburg verdient die landelijke aandacht. En dat betekent ook dat je als overheid de consequenties aan moet verbinden. En dat je mensen hier moet ondersteunen in het zoeken naar een baan en nieuwe werkgelegenheid ontwikkelen. Meneer Timmermans, gaat de PvdA ook zo'n zinnetje als het aan u ligt opnemen? De kracht van Zuid-Limburg, al vanaf het begin van de mijnindustrie, is een combinatie tussen sterke gemeenschapszin en openheid naar de rest van de wereld. Als je Zuid-Limburg speciaal wil noemen in het regeerakkoord, en vindt ik zou daar zeer voor zijn, dan moet je dat doen in de context van de driehoek Eindhoven, Leuven, Aken. In die driehoek ligt Zuid-Limburg in het midden. Die driehoek zich sterk ontwikkelt. En daar heb je alle drie de poten van die driehoek voor nodig. Als die zich sterk ontwikkelt, dan hebben we hier de grootste kans om de banenmotor van Nederland te zijn. Maar we kunnen dat niet weer doen tot aan de grens. Die grens moet echt weggepoetst worden in de komende jaren. Het is onzinnig om met je rug naar Europa te gaan staan. Europa biedt ons de kansen voor deze regio om de sterkste regionale economie van heel Europa op te bouwen. Maar dan moeten we die grens wel wegwerken. Is het belangrijk, zo'n zinnetje in de regeerakkoord? Ik kan me herinneren, het vorige regeerakkoord stond bijvoorbeeld Greenport Venlo exclusief genoemd en Brainport. Is dat politiek belangrijk? Ja, ik heb in de loop der jaren geleerd dat als zoiets in een regeerakkoord staat, je er voortdurend ook het kabinet mee om de oren kunt slaan. En dat is altijd nodig. We hebben dat in de tijd ook met de ondertunneling van de A2 bij Maastricht meegemaakt. Je moet het vastpinnen, 10 keer, en dan gebeurt het ook. Ik weet zeker, als we dat niet gedaan hadden in de tijd met de ondertunneling van de A2, en dat hebben we met een aantal partijen, met name CDA, VVD en Partij van de Arbeid toen gedaan, als we dat niet gedaan hadden, dan was er nu nog geen begin gemaakt van het werk. Dan hadden mensen nog veel langer in de ellende. U gaat mee vastpinnen? Nou ja, dat is gewoon van belang, want ook hier geldt weer, je moet kiezen, want anders ben je het geld aan het versnipperen en dat doet het overal te weinig. En die keuze die hebben wij in ons verkiezingsprogramma, die stond ook in het afgelopen regeerakkoord, wat ons betreft ook in de toekomst, de twee mainports en de Brainport. En Brainport omvat het geheel waar we hier staan, met alle kennisinstellingen, en dat ben ik ook met de heer Timmermans eens, dan in samenwerking met Luik, met Aken.
Maar een zinnetje is heel belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is, en daar gaat het nieuwe regeerakkoord over. Wat wil je eigenlijk als overheid? Hoe zie je jezelf? En wat belangrijk is, en ik sprak vorig jaar, afgelopen winter, bij Netcar, de staking, de onzekerheid. Ik sprak daar een werknemer uit Sittard. Die kwam uit Sanderbout en die vertelde, mijn buurt wordt gesloopt. Ik raak mijn gemeenschaps kwijt en nu raak ik straks ook nog mijn baan kwijt. En wat er moet gebeuren, ongeacht of Zuid-Limburg in dat regeerakkoord staat, is dat mensen perspectief wordt geboden. Dat mensen een baan krijgen, dat mensen een woning krijgen en dat mensen een toekomst hebben voor hun kinderen. Dat is de basis en daar zal dat regeerakkoord uiteindelijk over gaan. En als je dat op orde hebt, dan komt Zuid-Limburg ook. Toch even terug naar de stelling. Meneer Kroks, bent u tevreden met wat u hoort? Heeft u daar goed vertrouwen in? Nou, dit wordt allemaal opgenomen via L1, dus we kunnen altijd als bewijslast meenemen in de aankomende periode. Waar het van belang is even, daar ben ik wel van overtuigd, ik ben 20 jaar burgemeester, als je er niet in staat, dan sta je er niet in. En als je er wel in staat, dan ligt de bewijslast bij degene die het regeerakkoord moet schrijven en moet uitvoeren. Dus wij zijn er hartstikke voorstander van, met de overheid in Zuid-Limburg. De gemeentes werken prima samen, de grote steden werken uitstekend samen met de provincie. Dat we gewoon de aankomende periode een hoofdstuk moeten krijgen in het nieuwe regeerakkoord. Oh, een paar zinnen wellicht, zal het maximum zijn. Meneer Wassenberg, ik zag u ook. Ja, ik begrijp die voortdurende obsessie met economische groei eigenlijk niet zo. Er is een maar het gaat nu even over dat regeerakkoord. Moet daar een zinnetje in over Zuid-Limburg, dat de regio is van belang? Nou, wel dat die regio van belang is, maar niet, het ook precies, niet als motor van de Nederlandse economie. Want dan hebben we juist het probleem te pakken. Dan zegt u laat maar. Nou, er is een bekende Engelse econoom die heeft gezegd, er zijn twee groepen mensen die geloven in oneindige economische groei. Dat zijn gekken en dat zijn economen. We zijn te veel gegroeid. We hebben op dit moment een economische crisis, maar die heeft alles te maken met de manier waarop we al decennia lang produceren. We zullen een gegeven moment een stap terug moeten doen, naar groei van de economie moeten streven, maar naar gezondmaking van de economie. En dat is wat u in het regeerakkoord wil. Lijkt me toch een lastige boodschap om dan te zeggen van we willen geen economische groei meer. Want wat je dan echt zegt tegen mensen is, we willen ook geen banen meer voor u hier hebben. En met die boodschap zou ik niet naar de kiezer willen. Mevrouw Mamon. Heren, ik zou graag willen zeggen, voor ons is niet meer groei. Meer groei is voor GroenLinks niet belangrijk. Nee, maar ik wil even naar dat regeerakkoord. Ja, en daar kom ik op. Ja. Maar kwaliteit is voor ons heel erg belangrijk. Wij willen naar beter. Wij willen naar de herverdeling van middelen. Wij willen dat de economie groeit. Dat er een groene en sterke economie komt. Dat er geïnvesteerd wordt in schone energie. Water is gratis. Lucht is gratis. De wind is gratis. Laten we dat allemaal aangrijpen maar om meer banen te creëren. En GroenLinks stimuleert ook investeringen en innovatie. En wat ik vandaag allemaal hier hoor, ik ben ervan overtuigd, als het aan mij zou liggen, zou ik ervoor zorgen dat GroenLinks er het best voor doet als het zover komt om het in het regeerakkoord te krijgen, omdat dit beloond moet worden. Goed, dan nog het CDA, daar hebben we alle partijen gehad die hier aanwezig zijn. Ik denk belangrijk is, het is aangetoond, Nederland zit in een recessie, maar niet Zuid-Nederland. Brabant en Limburg hebben nog steeds een groei. En dat betekent dus dat er hier nog goede kansen zitten. En we moeten, ook als CDA zijn we ervoor, om regio's op de kaart te zetten. Dat betekent dus ja, Zuid-Limburg, als het er moet, moeten in regeerakkoord. Rondom chemie, rondom de helft van Maastricht. Maar dat geldt ook voor Noord-Limburg gelukkig. Op Greenport hebben we de vorige keer ook een regeerakkoord gekregen. Dat is een hele grote agrarische tak van sport. En die moeten we er ook in krijgen. Dat zijn twee belangrijke pijlers voor de toekomst toe. Om mensen gewoon op de plank te krijgen. Goed. Maar weet u wat ook heel belangrijk is? Dat je bestuurders nu eindelijk in deze regio hoort zeggen, we hebben een gemeenschappelijke visie en we laten ons niet meer als Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, provincie uit elkaar spelen. Dat heeft u wel anders meegemaakt. En dat hebben we ook anders meegemaakt. Dat weet iedereen die politiek actief is in Limburg. Daar zijn we nu voorbij. En dat biedt voor mij een gouden kans. Niet alleen om het in het regeerakkoord te krijgen, maar ook om Haagse politici de kans te ontnemen de ene stad tegen de andere uit te spelen. Want dat is in het verleden ook heel veel gebeurd. Dus je kan het van Den Haag vragen, maar alleen een eensgezind Zuid-Limburg zal het ook echt voor elkaar krijgen. Is Zuid-Limburg eensgezind, meneer Koppens, als u het vergelijkt met jaren geleden? Ja, ik denk steeds meer. Ik denk dat Zuid-Limburg nu ook de opgave ziet om samen op te trekken. Het zijn niet meer alleen maar de steden, maar het is het gebied met de gezamenlijke visie en de gezamenlijke problemen die gezamenlijk aangepakt moeten worden. En ik ben het eens als er gezegd wordt van dat kun je onderling apart doen, dan bereik je niks in Den Haag. Je zult uiteindelijk wel samen op moeten trekken. Komt dat in Den Haag ook zo over? Ja, u bent, komt niet uit Limburg, maar als buitenstaander. Wordt het gezien als één regio nu? Ja, en ik denk daar kun je twee oorzaken voor zien dat echt gelukt is. Hè. Eén, dat topsectorenbeleid, waardoor ook echt de handen regionaal in elkaar zijn gegaan
van, maar hoe willen wij daarin zitten? En wat hebben wij als regio daarin uniek en wat maakt ons onderscheidend? Maar twee, en dat is ook een hele belangrijke, dat hebben we ook gezien met de komst van de Floriade hier naar Venlo. Want dat lukt je ook alleen om dat te krijgen als je met de hele regio de handen in elkaar slaat en het beste bod neerlegt. En dat is gebeurd. En daarom is het denk ik ook zo belangrijk, en ook het CDA gaf dat al aan, dat ook Greenport de komende periode verankerd zit. Want ja, ongeveer als de verkiezingen zijn geweest, dan sluit ook de Floriade. Maar dan begint eigenlijk de allerbelangrijkste taak. En dat is om met het hele gebied te zorgen dat je daar tot in lengte van jaren ook je economisch profijt van hebt in de regio. En als dan ook nog eens een keer Maastricht culturele hoofdstad wordt in 2018, dan kunnen we echt meters maken. Ja, bent u het de laatste eens, meneer Koppers? Nou ja, het hangt er vanaf. Maastricht mag best culturele hoofdstad worden, maar dan moeten de basiszaken, dus de bibliotheken, de muziekscholen, die moeten aanwezig blijven. Want het probleem is, als je straks gaat zeggen, wij gaan heel veel geld daarin storten, maar we hebben geen geld meer voor die muzikanten op te leiden, die jongeren die nu jong zijn en die straks misschien tijdens die culturele hoofdstad moeten gaan spelen, moeten gaan musiceren, die moet je nu gaan opleiden. En dat betekent goede basisvoorzieningen. En als dat allemaal op orde is, dan zijn wij voor die culturele hoofdstad. Goed, maar dat is nog een hele andere discussie. Ja. Tot zover dit eerste verkiezingsdebat van Alleen vanaf de Camelot Campus hier in Sittard geleden. Ja, de komende tijd uiteraard nog veel meer politieke debatten bij L1.